Horen wil van de Slag op de Zuiderzee een jaarlijkse herdenking maken. In 2023 is het 450 jaar geleden dat de slag plaatsvond. De West-Friezen hebben toen een belangrijke rol gespeeld en versloegen heldhaftig de Spaanse vloot. Een doorbraak die voor Horen de start van een gouden tijdperk inluidt. Maar tot nu toe is er nauwelijks wetenschappelijk onderzoek gedaan en weten we slechts weinig over wat er toen gebeurd is. Hele archieven zijn in de kachel gegaan. Het grootste deel van het VOC-archief in Amsterdam is als oud papier verkocht. Twee eeuwen geleden. Daar had niemand interesse in. Ja. Dus de snippers die we nu over hebben, daar moeten we het mee doen. Archeologie West-Friesland doet opnieuw onderzoek naar de slag. Met de sonarboot wordt de bodem van het Markermeer in kaart gebracht. Tot nu toe is er geen enkel schip uit die tijd teruggevonden. Maar uit de eind 16e en 17e eeuw hebben we helaas nog niks gevonden. Nee. Maar dat is een kwestie van tijd. Hè? Want waar schepen varen, zullen ze ook zinken. En er moeten hier toch minstens 70, 80 scheepswrakken liggen in dit gebied. Hier, dit is een bootje met spanten wat je ziet. En het lijkt net alsof er daar ook eentje ligt. Het primaire doel van het onderzoek naar de slag op de Zuiderzee, het begin van de Gouden Eeuw, is waar heeft die plaatsgevonden? We weten dat het tussen Monnikendam en Enkhuizen is geweest. En we weten dat ze bij de Nes, hè, dat is de uitstekende hoek hier bij Schellinghout, dat er daar slag is geleverd of zou zijn. De ultieme vondst zou een Spaans galei zijn, een zeilschip dat door roeiers werd aangedreven. Het is volgens Archeologie West-Friesland de hoogste tijd dat er ook in Horen een jaarlijkse herdenking komt. Elke stad die met die opstand de 80-jarige oorlog te maken heeft, Leiden, Haarlem, Alkmaar, die herdenken dat. Hè. Denk aan Leidse Ontzet. Dat heeft Horen niet. We willen nu met de stadsmarketing dat op gaan zetten en dat een evenement maken voor de hele Horense bevolking en ver daarbuiten.